Nooit oorlog. Dat is nummer 1. Dat is het ergste wat er is. Dat je van huis weggejaagd wordt. En naar een vreemde plaats. Ja, naar Friesland waar je nooit was. Nou zijn ze allemaal, ieder kind vliegt uit waar ze naartoe willen. En doen wat ze willen, eigenlijk. Maar wij hadden niks te vertellen. Dat ze dit nooit ook mee hoeven te maken. Want dat gun ik niemand. Nee. Nou, het zou een hele hoop mensen goed zijn dat ze er wel eens een keer mee zouden maken. Dan dachten ze misschien anders. Wat dat betreft zijn ze wel een beetje afstandelijk geworden, hè? Dat ze vroeger met elkaar beter zouden helpen dan nou. Terwijl ze nog beter konden dan toen. Ik zou ze gewoon zeggen, ja, je moet rustig blijven leven. Niet te veel podcast maken. Dat ze vriendschappelijker met elkaar in moeten gaan. En dat ze dat nooit, maar dan ook nooit en nooit geen oorlog meer mag komen. De eerlijke zijn tegenover elkaar. En alles zeggen wat ze dwars zitten. En dat is voornaamste, denk ik. En geen ruzie maken. En geen oorlog meer. Dat is de hoofdzaak. Ja. Dit is voor degene die je overal herkent. Deze is voor jou en mij, want dit is ons moment. En ik hef het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. De wereld is van iedereen. Dit is voor iedereen die passie heeft en die voor passie gaat. In het donker kan ik jou niet zien, maar ik weet dat jij daar staat. En ik heb het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Man of vrouw. In het donker kan ik jou niet zien, maar deze is van mij aan jullie allemaal. En ik hef het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Je mag meedoen. Iedereen is van de wereld en de wereld. Dankjewel. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.